Welkom bij een nieuwe aflevering van Villa Vierdaagse. Op 5 dagen voor de Vierdaagse ga ik in gesprek met zeer interessante, maar ook belangrijke mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan diezelfde Vierdaagse. Belangrijk vooral omdat er geen Vierdaagse marsen zijn zonder parcoursbouwers, zonder blarenprikkers, zonder militairen, maar helemaal niet zonder de wandelaars. Vandaag praat ik met Ger van Dreumel. Deze Wiegense loopt voor de 30ste keer mee dit jaar. En dus is het haar kroonjaar. Welkom hier. Dankjewel. Jij loopt mee nu voor de? 30ste keer. 30ste keer. Dat is van 88 dat je begonnen bent, denk ik. 88 met trainen, ja. Ja. Waarom ben je gaan wandelen voor de Vierdaagse? Waarom is dat? Waarom ben ik gaan wandelen? Het is nogal wat. Ja, dat is, ja, maar goed. Als je gaat wandelen, dan sta je daar niet zo bij stil, dus dat het is voor de 30ste keer gaan lopen. Nee. Maar ja, ik heb wandelen altijd heel leuk gevonden. Ik ben graag buiten, in de natuur, mensen ontmoeten. In de natuur, en dan ga je de Vierdaagse lopen door al die mensenmassa's heen. Dat klopt, maar ja, dat hoort erbij, hè. Ja. Dat is dan toch ook wel weer, ja, toch weer anders natuurlijk. Ja. Maar in de natuur wandelen, ja, het mooiste van wandelen vind ik zelf, 's morgens vroeg buiten zijn. De vogels, de bloemen, ja, het ontwaken van een nieuwe dag. Dus als jij om 6 uur moest starten, vind je helemaal niet erg? Nee, helemaal niet, nee. Nee. Vind je wel lekker? Ja, ik vind het wel lekker. Lekker fris buiten. En ik denk dat 30 jaar geleden minder deelnemers waren. Ja, zeker. Wat kun je verschil uitleggen tussen nu en 30 jaar geleden? Nou, het is wel erg massaal geworden, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja? Toen ik de eerste keer de Vierdaagse ging lopen, waren er 28.000 mensen. Dus dat is wel heel iets anders. Net tegen... niet de helft van wat nu loopt. Ja. En het is eigenlijk ieder jaar meer en meer geworden. Maar ja, ik wilde eigenlijk toen ik voor de 25ste keer ging lopen, toen dacht ik, ja, nou ga ik stoppen. Dan vind ik het helemaal genoeg en al die mensen, je ophef was er toen heel. Maar je was verslaafd. Ja, dat wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, en ja, toen kwam die de 100ste Vierdaagse eraan. Ja, en dan is het weer bijna nou weer de 30ste keer. Dus ja, op zich vind ik dat ook alweer bijzonder. Ja. Maar ja, ik vind wandelen gewoon heerlijk. Maar je zegt net, ik hou van wandelen omdat ik hou van natuur. Ja. En ik hou van bewegen. Ja, ook dat. Maar je moet wel elke keer de moed opbrengen om 3 keer 40 kilometer te lopen en je moet daarvoor heel veel trainen. Ja, maar dat is niet echt een opgave voor mij. Ja, ik wandel eigenlijk altijd. Ja, doe ik andere marsen dan de Vierdaagse? Nou, ik ook in de vrije tijd. Ja? Ik heb 2 wandelgroepen waar ik de eerste dinsdag in de maand en de tweede dinsdag in de maand wandel ik. Met andere mensen, dus ja, dat is ook gewoon heel leuk. Ja. Maar echt die wandeltochten, ja, die loop ik wel omdat dan nou voor de Vierdaagse is. Maar over het algemeen vind ik gewoon lopen in de natuur. Ja. Dus daar haten ze fan in, vind je net zo leuk als een wandeltocht. Maar je doet het nu voor de training, zeg maar. Ja, maar echt trainen voor de Vierdaagse, dat doe ik dus niet. Ik wandel, ik fiets, ik zwem. En ja, nou heb ik gisteren dan een Mariketocht gelopen. Dan moet u de triathlon gaan doen. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is zwemmen en fietsen. En ja, dat snap ik. Maar dat hoeft niet meer op deze leeftijd. Nee. Had ik even 30 jaar terug moeten beginnen. Precies, maar goed, ik vind het gewoon heerlijk om buiten te zijn. Ja. En wat is dan het speciale van de Vierdaagse? Wat is daar nou zo leuk aan? Ja, ook de bemoediging van de mensen. Mensen die je ontmoet. Ja, dat kunnen eigenlijk niet in woorden uitleggen. Je bedoelt dan de medelopers? Van de medelopers, ja. Ja, ik heb dus wandelvriendinnen waar ik mee wandel. Maar ik vind het ook heerlijk om alleen te lopen. Ja, met zoveel andere mensen natuurlijk. Maar ja, dan kom je mensen tegen, daar krijg je een gesprek mee. En dan wandel je even mee op. En dan laat je weer los. En ja, dat vind ik nou, ja... Dat is voor mij een Vierdaagse. Ja, maar ik hoor heel veel mensen zeggen, Vierdaagse heeft iets speciaals. Heb jij dat ook? Iets speciaals, ja. De sfeer, zeggen ze. Ja, de sfeer. Maar ja, het is nou wel erg druk geworden. Ja. En commercieel, hè. Dat vind ik dus, ja. Dat vind je niet leuk? Nee, dat vind ik niet leuk.
En wat is het dan commercieel geworden? Nou, ik vind alles met geld en toestanden, ja, daar hou ik aan. Wat kun je even uitleggen wat je bedoelt met geld? Nou, de sponsors bijvoorbeeld allemaal. Ja, dat is in deze tijd nodig, maar ja, dat ik daar nou zelf zo gek op ben, dat kan ik niet zeggen. Wat heb je er last van als loper dan? Nou, als loper niet, maar ook als je nou op de site kijkt, waar je dan ziet. Ja. Ja, overal geld. Nou krijg je bijvoorbeeld weer een shirtje dan voor die roze woensdag. Dan denk je, ja, over commercieel gesproken. Ja. Ja. Heb je helemaal niet nodig? Nee, dat heb je helemaal niet nodig. Nee. Trek gewoon zelf een ding aan als je dat wilt. Toch? Nou wordt het startgeld ook steeds duurder, hè? Ja, dat is ontzettend duur geworden. Wat was het 30 jaar geleden, weet je dan? 28 gulden, dus. Gulden, dus gulden. 12 euro, zeg ja, maar. Ja. En nu? 83. Ja, om mee te lopen? Om mee te lopen, ja. Ik ben al lid van de bond, dus daar krijg je dan een korting. Maar ja, dat kun je dan schenken ook weer aan een goed doel. 83 euro? 83 euro. Ja, ik vind het smakgeld, echt. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dan doe ik maar niet meer mee. Ja, maar het is alleen... Want, ja, nee, ja, maar die kunnen niet betalen of zo. Want er komt al van alles bij, hè? Ja, dat huisvesting, kunnen we... alles, hè? Ja. Vervoer. Ja, maar ik slaap in mijn eigen bed, hè? Ja, ja, ja. En wie dus dat is weer een voordeel, ja, hè? Dat is waar. En het is mooi weer een schak op de fiets, dus... Ja. Ja. Daarom. Ik zie hier allerlei dingen liggen. Memorabilia, zeg maar. Mm-hmm. Wat zien we hier? Wat is dit? Dat is mijn laatste medaille. Dit is de laatste medaille met 29 erop. 29 erop, ja. En die medaille, kun je dat uitleggen? Want de ene keer is het geel van binnen, de andere keer groen. Wat betekent dit nou? Dat is de 25e, dan krijg je weer een hele nieuwe medaille. Ja. Met een kroontje erop. Met een kroontje erop. En dan... En dan krijg je weer cijfertjes tot 40. En met 30 krijg je weer een ander? Nee, ik krijg gewoon een cijfertje. Het cijfertje 30. Ja. En tot wanneer krijg je dan weer een nieuwe? Met 50 of zo? Met de 40ste keer. De 40ste keer, oké. Okay. Met de 10e krijg je een hele nieuwe medaille. Ja. Dan krijg je een gouden, hè? Dan krijg je een gouden en dan krijg je met de 11e een kroontje. Ja. En die gaat weer door tot de 25. Ja. En nou krijg je dan, nou ik deze heb, die gaat weer door tot de 40. En dan krijg je ook weer een nieuwe. Want dan wordt het ook anders ingekleurd. Waar nou daar oranje en dingen is, dan wordt dat van binnenin ook anders. Oh, dat is het verschil in. Ja, dus je kunt dan de medaille zien of iemand veel of weinig. Ja. Ja, behalve een cijfertje natuurlijk. Ja, een cijfertje, ja. Kun je het ook zien. Ik ga nou weer voor een cijfertje. Gewoon voor een cijfertje. Hoe belangrijk is dat voor jou, zo'n onderscheiding? Want het is een koninklijke onderscheiding. Ja, dat is het. Ja, daar ben ik best wel trots op. Maar jij op. Misschien niks met koningshuis, dat weet ik ook niet. Maar dit is toch wel een belangrijke onderscheiding. Ja, het is een koninklijke onderscheiding. Absoluut. Absoluut. Ja. Nou, ik heb hem ook altijd in de gang hangen met dat bordje. Ja. En met het medaille. En dan doe ik dan iedere keer weer de nieuwe cijfer op. Ja. Daar ben ik toch trots op. Ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo medailles, want als ik een tocht ga lopen of zo, ja, ik hoef niet al die medailles in de roodbosjes of zo, nee, dan dat denk ik nou, het is goed. Dat hoef ik allemaal niet. Ja, dat heb ik wel gehad in het begin jaren, maar maar deze is voor mij wel belangrijk. Ja, ja. Omdat het ook een heel specifieke prestatie is wat je verricht. Ja, natuurlijk. Dat is het, ja. Nou heb ik begrepen dat je ook een soort museumtje hebt thuis, voor je eigen spullen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, dat museumtje ligt het hele jaar in de kast. Maar dat ligt in de kast? In de kast, dus in een doosje. Een verborgen museum? Nou, verborgen niet, maar zo gauw eens een week voor de Vierdaagse, dan begint toch, dan ga ik mijn kastje in de huiskamer. Dan ga ik dus mijn mooie dingen, wat ik dan zelf belangrijk vind. Die ga je uitstallen? Ja, ga ik uitstallen, ja. Een boekje en een medaille en een bordje dan, van de 25, ja. En wat heb je dan zo? Ja, dat bordje zien we liggen, maar dat... Medaille. Dat is voor de 25e. En net je 100ste vierdaagse vind ik ook een bijzonder ding. Ja. Want dat heb ik gekregen met de vlaggenparade, mensen die met de vlaggenparade meeliepen, krijgen dus die 100ste. En ik heb vorig jaar de Friese Stedentocht gewandeld. Nou, dat was over 220 kilometer. Over prestatie gesproken. Ja. Ja, persoonlijk vind ik dat een grotere prestatie als de Nijmeegse Vierdaagse. Meen je dat nou? Ja, de eerste dag 52 kilometer, jong. Oh. En twee dagen 47, dan 44 en de laatste dag 28. Nou, bloed, zweet en tranen. Maar ja, ik heb het volbracht. Dat is echt een prestatie. Ja, dat vind ik echt een prestatie. Ja. Vind ik echt. Want nou met het Maarten van der Weijden nou, die zie ik er dan en dat stempelen. Ja, ik heb daar ook aan mijn stempels ervan. Ja. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Alleen je hebt lopend gedaan, niet zwemmend. Nee, dat snap ik. Maar die afstanden daar zijn ook wel heel erg lang. Ja. Want dan zie je daar ergens in de verte zie je iemand lopen en denk oh nee toch. Ja. Kijk, hier zijn zoveel mensen en zoveel bochtjes erin, dat ik dat niet in de gaten heb bijvoorbeeld.
Maar daar zijn ze echt hele lange stukken. Ik heb begrepen dat, je zei de bochtjes, maar die dijk bij Oosterhout, dat was een dingetje toch? Of niet? Nou, maar ik heb daar nooit eens bezig. Want je ziet dan die brug steeds dichterbij komen en dat blijft een brug of afstand. Ja, hè? Dat blijft een brug. Maar deze brug is er altijd geweest. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, als je dat voor de eerste keer loopt, denk je, nou, er komt geen einde aan. Ja, maar dat weet je toch? Je kunt toch op inleven? Als je voor de eerste keer loopt, weet je dat dan? Nou, ik vind, je kunt de route bekijken tegenwoordig, hè? Ja. Dus de eerste keer dat ik daar ging lopen, toen kon het niet zo inschatten als tegenwoordig. Ja. Maar tegenwoordig met die telefoon en al nieuwe middelen, ja. Nou, we hadden hier eergisteren Arno Bernhards, hadden we hier. Mm-hmm. En dat is de parcoursbouwer. Ja. En hij zei, het heeft nogal wat impact gehad, 10 jaar geduurd, voordat die route andersom ging. Ja, dat klopt. Van Oosterhout naar Bemmel, via Elst. Hoe hebben jullie dat ervaren als lopers? Nou, op zich is het ook fijn natuurlijk, hè. Nou, vorig jaar was dat dan voor de eerste keer. Ja. Maar ik heb het toch wel eens prettig ervaren. Want hij zegt, het was juist om te voorkomen dat mensen met die hitte op die lange dijk liepen. Ja, maar het is niet altijd. Want op de dijk is het altijd heter, zeg je. Ja, dat klopt. Maar ik ga nou voor de 30e keer. En de eerste jaren dat ik daar liep, kon er daar niet 1 glaasje water of een appel of een sinaasappel was er te krijgen. En er zat niemand. Nee. Maar tegenwoordig is daar ook van alles vers sap en van alles kan je kopen. En de mensen water uitgedeeld ook op die dijk. Ja. Dus ja, ik vind dat de mensen een beetje zeuren. Ja, maar nu was het andersom, ja. Ja, nou, het is toch anders. Het is toch anders. En de uitbaters waren, van Oosterhout waren er niet zo blij mee? Nee, dat kan ik me nog voorstellen. Die mensen is er altijd al geweest. Ja. En waarom moet dat nou in 1 keer veranderen? Ja, om die reden. Ja, ik snap het. Minder warm is natuurlijk. Maar als je het niet meer aan kunt of niet meer durft, dan moet het thuis blijven, hè? Ja. En toen is er dan de ene man overleden. Maar ja, of dat nou echt door die warmte is gekomen. Nou ja, die discussie ga ik niet aan, omdat ik het niet weet. Gewoon. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, maar dan gaan ze dat daar dan op. Ja. Dat vind ik dan ook zoiets. Nou dat... ja, in een stad van 45.000 mensen gaat er ook altijd wel iemand dood op een dag. Hè? Dat bedoel je. Ja, ja, ja. Ja, je gaat er fit en vrolijk tegenaan. Maar ja, mij kan ook iets overkomen. Ja. Even terug naar je museum. Oh. Spaar je dat bewust? Nou ja, die leuke dingen. Je neemt het gewoon mee. Nou, ik neem niet alles mee, want dan zou mijn huis te klein worden natuurlijk. Maar sommige dingen waar ik een mooie herinnering aan heb, dat vind ik wel heel leuk, ja. Nou ben je Wiegenaar, dus je gaat ook altijd naar de ontvangst van de burgemeester. Ja, heel bijzonder. Dan krijg je wat dingetjes mee en zo, maar die bewaar je toch niet? Jawel, die bewaar ik wel. Die bewaar je wel? Die bewaar ik allemaal. Oh. Want toen met de 100ste Vierdaagse hier in Nijmegen hadden ze een hele mooie uitstraling van de Vierdaagse. En alles cadeautjes die je de afgelopen jaren gekregen hebt, die doe ik dan in de tas. En dat bewaar ik dan. En dan komt die tas ook weer van tevoren, maar dat vind ik altijd wel leuk. En dan ga je er doorheen? Klein presentje, ja. Om in de sfeer te komen? Ja, dat vind ik altijd leuk. Ik denk, dat was toen en dat was toen. Ja. Want ze hebben dat toen wij dus de Nieuwe Burger meester kregen, hebben ze dat dus weggeëpt, want dat kostte te veel geld. Maar naar de maandag verschoven naar de markt en allemaal helemaal niet leuk voor de wandelaars. Nee. Want ja, op de mensen op de markt, er is allerlei muziek en toestanden, en ook nu, leuk natuurlijk. En nu is weer terug dan? En nu is weer terug in het kasteel, sinds de 100ste vierdaagse. Te veel kritiek gekregen. Ja. En nou, wat ik begrepen heb, blijft het ook. Het is gewoon, niet alleen dat, maar ook de mensen, het zijn allemaal echte Wiegenaren. Of wandelaars van Wiegen. Ja, die daar komen. Die daar komen. Ja, nou, dat is gewoon leuk. Oh, dat jij ook weer. Oh, jij gaat er ook weer voor. En ja, de ene is voor de 10e en de ander voor de 1e. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja. Ik vind dat heel leuk. Even, hebt u ook vriendschappen overgehouden aan de Vierdaagse? Ja, zeer zeker, ja. Maar echte mensen die ook na de Vierdaagse of naast de Vierdaagse nog ziet? Ja, ik heb mijn vaste wandelvriendin, die heb ik ook tijdens de Vierdaagse leren kennen. Ja, ja, ja. En meer mensen. Ja. Martin van Haren bijvoorbeeld, die ken ik al een eeuwigheid. Hij is ook een echte Wiegenaar, maar ook een echte wandelaar. En zo kom je steeds van mensen tegen. Dat is gewoon heel bijzonder. Een hele grote familie die van Haren, dus ik weet niet. Ja, ik bedoel onder andere. Ja. Zo zijn er meer uit Frits Grim. Ja. En zo zijn er, die loopt dan op het moment niet meer. Maar ik bedoel, er zijn gewoon heel veel Wiegense mensen. En dat vind ik altijd gewoon heel leuk. Ja. En als je elkaar in het dorp tegenkomt, dan weet je het ook weer van elkaar? Ja, ga je volgend jaar weer? Of, nou niet. Als zo gauw als Vierdaagse wordt, dan begint dat weer. Je bent er ook weer. Ben je ook vrijdagavond op kasteel? Ja, precies. Al die mensen die op kasteel zijn, die lopen de Vierdaagse. Want die worden aangemeld en die krijgen een uitnodiging. Maar u wou met 25 keer stoppen. Wanneer gaat er nou gebeuren dan? Dat weet ik nog niet. Misschien zeg ik nou weer naar de 30ste keer weer. Maar ja, ik mijn eigen goed voel en fit. En het is toch ook wel weer een bijzonder happening. Dat is het gewoon.
Nou, het record van Bert van der Land staat op 71 ja, keer. Ja, nee, dat ga ik niet meer halen. Die ga je niet meer halen? Die ga, ik ben 74 nou, dus... En als ik scheef en krom en ondersteund moet worden, iemand, nou, dat ga ik echt niet doen. Nee. Ik hou heel veel van mezelf, maar zo laat ik me eigenlijk niet aan andere mensen dan hoeft mensen het niet meer, nee. Nee, dan ga ik stoppen. Ga ik echt stoppen. Ja, ja, ja. Dus zolang je het nog kunt, doe je het ook. Ja. Ja. En zonder redelijk heel veel moeite. Ja, precies. Ja. Ja. U zegt, het gaat me makkelijk af. Dus ja, ik loop makkelijk. Ja, nou hadden we gisteren een blarenprikster in de uitzending. Nou, bent u wel eens met hen in contact Ik ben gekomen? Er wel eens geweest, maar laat ik hier kloppen. Heel weinig. Oh. Heel weinig. Ja, het gaat altijd goed. Ik heb wel, ik ben ooit één keer, daar had ik verkeerde schoenen, nieuwe schoenen. En die waren achteraf dat toch te heeft klein. Ik heb gezegd dat nooit nieuwe schoenen dragen, altijd nee, oude. Nee, maar die schoenen waren inderdaad te klein. Ja. En de nagels waarschijnlijk te lang. Ja. En toen ben ik al mijn nagels van mijn tenen verloren. Oh. Ja, dat was wel een pijnlijke zaak hoor. Dat is wel heftig, ja. Maar ja, dat komt daarna pas, hè. Dus dan is de vierdaagse voorbij. Maar ja, u zegt, ik hoef weinig moeite te doen, ik heb bijna geen blaren. Nee. U bent een gezegend mens, ja, wat dat betreft. Ik ben een gezegend mens, ja. Inderdaad. Want we hebben wel eens dingen gezien, nou, dat... Ja. Als je ziet hoeveel pleisters zijn, wat er allemaal... Ja. Ja, maar zo zou gaan, dan zou ik ook eerder stoppen. Ja, dan zou ik echt, kijk, wandelen is leuk en de vierdaagse wandelen is leuk. Maar ik vind, na de vierdaagse gaat het leven ook weer verder, hè? Ja, dat is als waar. Je dan dus, ik weet niet hoe lang moet lopen, dat je niet meer vooruit kunt. Ja. Dan weet ik niet of ik dat even over zou hebben. Ik meen gehoord te hebben dat u ook zegt, ik ga wel eens alleen op vakantie om te kunnen lopen. Want uw man houdt er helemaal niet van. Is dat zo? Nou, mijn man houdt er helemaal niet van. Zo is het eigenlijk niet. Nou, je houdt wel veel van u, maar niet van het wandelen waarschijnlijk. Ja, maar dat kan hij ook niet. Oh, dat nee, kan hij ook kan niet. Hij niet. Nee. Vroeger hebben we altijd met ons jongens altijd marsen en trainingen gelopen. Ja. En hij kan het niet meer. Hij kan het niet meer, nee. Maar ja. Maar als je naar het buitenland gaat om te wandelen, dan hangt hij er maar een beetje bij natuurlijk. Wie, mijn man? Ja, of niet? Ja, die kan heel goed voor zichzelf zorgen. Oh, die hoeft niet mee. Nee. Oh. Wie de man lief heeft, neemt hem mee. Maar die hem erg lief heeft, laat hem mooi thuis. Ja. Dus, en hij vindt wandelen hartstikke leuk en hij stimuleert mij. Ja. Maar ja, waarom zou ik hem meenemen? Dat weet ik niet. Nee. Omdat hij van hem houdt of zo? Ja, door. Na al die jaren dan is dat... Maar het klopt dus dat u zegt, nou, ik ga regelmatig alleen in het buitenland wandelen. Buitenland stopt. En dat doe ik alleen of met een vriendin? Ja, met een groep, hè, met een groep. Oh, met of, uw wandelgroep. Met een wandelgroep of een Alkmaarse Vierdaagse bijvoorbeeld, of in Drenthe. Kijk, en hier in Wijchen is die week van Vierdaagse is altijd een hele mooie week. Mijn man die geniet er volop van. Maar ik ga dan ook niet meer mee in Wijchen op de markt samen zitten. Maar gaat hij alleen als wraak? Ja, dat hij niet mee gaat. Nou ja, dat zijn toch ook de leuke dingen. Ja, ja. En hij zit altijd op de tribune, dat vind je ook altijd leuk. Ja. Ja, een extra kaartje. Tanja regelt dat anders. Ja, dat zijn ook bijzondere dingen. Ja, is ook zo. Ja. Goed, leuk zeg. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Wat hebt u nog wensen in de toekomst? Wilt u nog een bepaalde mars meelopen? Of zegt u, dat hoeft niet meer? Gezond blijven. Hè? Ja, maar dat wil iedereen. Hè? Ja, dat weet ik. Maar toch. Ja, nou dan maar kleinere tochten maar wandelen. Sportprestatie gericht. Wilt u nog een keer... Een Kennedy mars lopen of zo? Of nou nee, dat heb ik niet echt. 100 kilometer of nee, nee, dat heb ik allemaal gehad. Dat, nee. Hoeft niet ik heb ooit een nachtmars gelopen, was ook heel pittig. Dat was 70 kilometer. Loop graag s'avonds of ja, s'avonds. Begin je s'avonds om 10 uur tot de volgende dag. Ja. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Nee, dat vind ik niet meer. Ik wandel, ik fiets, nodig. Ik zwem. Nou. Gaat u het halen, de 30ste? Zeker weten. Ja. Ze zeggen wel eens, al moet ik kruipen, maar ja, dat is natuurlijk wel een heel end. Maar daar ga ik niet van uit, laat ik het zo zeggen. Nee, dat u redt het gewoon. Ja, daar ben ik eigenlijk ook niet zo bang voor. Ja, dat kan altijd iets gebeuren. Ja. Kijk, ja, als, ja, je kunt struikelen of wat ja, ook. Ja, want soms zien de mensen met zo'n dopneus lopen, dat ze ergens tegenaan lopen. Oh, verschrikkelijk. Ja, nou, dat gebeurt soms. Ja. Dus je moet best goed opletten. Ja, maar met een dopneus kunnen we wandelen. Ja, dat kunnen we. Maar dan, kijk, dan zou ik liever iets aan benen hebben dan aan mijn gezicht. Hè? Ja, dat is waar. Dus het ziet er toch anders uit. Oké, nou Ger, hartstikke bedankt voor het interview. Ja, fijn dat ik onze gast zou zijn. Ja, fijn. Ja, leuk. En morgen zijn we er weer natuurlijk in ons programma. En dan praten we met, een adjudant is dat. Een stafadjudant, Dirk de Vries. Hij is, zeg maar, de man die gaat over de protocollen en ceremoniën in Heumensoord. Tot morgen. Tot ziens.